Goeiedag, het Europees Centrum heeft zijn nieuwe kaarten gepresenteerd voor de komende 30 dagen onder andere. En laten we maar eens gaan kijken wat de trends zijn. Kunnen we bijvoorbeeld vaak het zwembad in? Ik begin met het scenario-overzicht vandaag en wat direct opvalt is het dominante blauw voor volgende week. En dat betekent over het algemeen een westcirculatie en dan heb je toch vaak een wat wisselvallig weertype met van tijd tot tijd neerslag. Na de eerste week komt geleidelijk aan het paars en rood in opmars en dat blijft ook stand houden. Dat zijn allebei scenario's die gedomineerd worden door hoge druk. Het paarse scenario, een Atlantic Ridge, betekent dat er boven de Atlantische Oceaan een rug zou kunnen gaan opbouwen. En dan krijgen we hier te maken met een noordwestelijke stroming. Dat zorgt over het algemeen voor matige temperaturen. Maar het kan wel een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden opleveren. Qua neerslag valt het allemaal wel mee. Het rood, dat is een blocking high. In dat geval is de kans groter dat de temperaturen ook wat verder omhoog gaan. In ieder geval twee scenario's die niet veel ruimte laten voor veel neerslag. En als we dan de pluim kijken, dan zien we in ieder geval voor volgende week die wat lagere temperaturen terug met die westcirculatie. Maxima over het algemeen, nou laten we zeggen, tussen de 15 en 20 graden. Daarna kan de temperatuur wel weer iets omhoog gaan, vooral onzekerheid aan de warme kant. En dat past ook precies bij die twee scenario's, de Atlantic Ridge of het Blocking High, waar ik het net over had. Die neerslagkansen dan nog even voor volgende week? Nou, die zijn wel degelijk aanwezig. En dat klopt dus, hè. Met die westcirculatie heb je sneller wat storingen. Daarna toch wel overwegend droog weer. In ieder geval zijn de neerslagkansen dan een stuk kleiner. En dat zien we eigenlijk ook wel terug in de weerkaarten. Dit zijn de luchtdrukafwijkingen die voorzien worden in de week van 23 mei tot en met 30 mei. Blauw boven Nederland. Met andere woorden, de luchtdruk is waarschijnlijk wat lager dan gebruikelijk. En dat duidt natuurlijk ook op die westcirculatie met van tijd tot tijd neerslag. Qua temperatuur, ja, verandert er niet zoveel de komende tijd. Echte warmte gaan we terugzien boven het zuidwesten van Europa. Spanje en Portugal laat eigenlijk in al die weken echt wel warmte zien. En wij zitten een beetje op de grens. Over het algemeen vrij normale temperaturen voor deze tijd van het jaar. Hoewel het volgende week waarschijnlijk net een tikkeltje frisser is. Maar daarna de periode 30 mei, 6 juni bijvoorbeeld, dan zitten we echt rond de zone dat normaal is voor deze tijd. Ik kan dat niet anders omschrijven. Maar wat we wel zien is dat die grens van warmte vrij dichtbij is. En dat betekent als dat Atlantic Ridge scenario dominant wordt en we meer naar een zuidoostelijke stroming zouden gaan, ja, dan kan die warme lucht natuurlijk vrij snel onze kant op komen. Daar zit dus best wel wat onzekerheid in die temperatuur. De luchtdrukafwijking voor 30 mei tot 6 juni laat dan inderdaad zien dat dat blauw wat we eerder zagen vanwege de lage luchtdruk nu veranderd is in een roze tint. Een noordweststroming levert dit op, zou je zeggen. En dat past natuurlijk helemaal in het beeld van de scenario's. Maar als deze rugas iets meer naar het noorden zou schuiven, zit je zomaar weer met die zuid-zuidoostelijke stroming en heb je dus echt te maken met die hogere temperaturen. Dat zijn toch allemaal wel de opties voor week 3 en 4. Gaan we nog even terug naar de temperatuur voor 13 juni, 20 juni. Dan zitten we al in de eerste zomermaand voor de meteoroloog. Want de meteorologische zomer die start op 1 juni. En dan zien we heel duidelijk die warmte hier boven het zuidwesten van Spanje, met name het Iberisch Schiereiland, kan flink opwarmen. En we zien op dat moment ook juist weer wat kou vanuit het noorden richting Nederland komen. Ja, dat zou betekenen dat die Atlantische rug toch echt wel dominant zou blijven. Ja, wat doet de neerslag dan? Nou, daar valt niet zo heel veel over te zeggen. Dat ziet er eigenlijk allemaal vrij normaal uit voor de komende tijd. Laten we zeggen dat er in juni zo'n 70 mm gemiddeld valt in het land. Maar ja, er hoeft maar één zeer zware bui over te trekken en je hebt al de helft of meer van die neerslaghoeveelheid gehad. In ieder geval geen extreme afwijkingen in ieder geval, wat wel duidelijk opvalt. Maar dat past ook bij dat warme beeld wat we voor Spanje en Frankrijk voorzien. Daar echt duidelijk droogte. Gaat u vroeg al op vakantie die kant op, dan ziet het eruit dat daar echt droog en warm weer aanwezig is. Kortom, we kunnen juni
samenvatten als een maand met een temperatuur en een neerslaghoeveelheid die vrij normaal is voor deze tijd van het jaar. Licht wisselvallig zomerweer. Ik denk dat het daar een beetje op uit gaat komen. Zeker als we volgende week ook mee gaan nemen. Dat ziet er echt wel wat wisselvalliger uit. Maar op termijn blijft toch echt wel de hoge druk dominant. Dat zagen we heel duidelijk in het scenario-overzicht. De Atlantic Ridge of de Blocking High. Allebei scenario's waarbij hoge druk domineert. Nog een fijne dag.